Dag dames en heren en welkom op mijn tweede online lezing. De eerste die dateert al van een paar weken terug, ging toen rond mijn eerste novelle De Klap. Deze keer niet een van mijn boeken, maar wel een hele bijzondere en exclusieve fotocollectie uit de Eerste Wereldoorlog. Je ziet trouwens een aantal van die foto's hier op het scherm staan. Dit is een presentatie die ik ontwikkeld heb in 2014. Als ik me niet vergis, heb ik toen een paar keer, slechts een paar keer gegeven, wat ik eigenlijk best jammer vond. En daarom dacht ik, dit is een goed moment om hem nog eens van onder het stof te halen en via deze online weg tot bij jullie te brengen. Voor ik effectief begin met de presentatie, wil ik nog even meegeven dat ik deze lezing gratis en voor niets op het internet gooi voor minstens 24 uur. Minstens 24 uur blijft hij staan. Maar als jullie toch vinden van kijk, Miguel die steekt daar zoveel energie en tijd in en wil hem daarvoor belonen, dan kan dat via de weg die je nu op het scherm ziet staan, via Buy Me A Coffee. Dus via de website www.buymeacoffee.com/miguelboutrie kun je mij een aantal koffietjes, één of een aantal koffies gaan schenken, 5 euro, 10 euro tot 25 euro. En dan steun je mij daar geweldig hard mee, vooral in deze coronatijden. Is dat meer dan welkom. Maar goed, laten we meteen beginnen met die presentatie met die bijzondere naam. Ja, bijzondere namen, WO1 en stereo. Wat bedoel ik nu met die stereo? Wel, dat heeft te maken met dit ding die hier ziet verschijnen. Dit is een stereoscoop. Wat is een stereoscoop? Wel, sommigen onder jullie kennen misschien nog de Viewmaster van vroeger. Dan moest je zo een cirkeltje in een ding duwen en dan kon je eraan trekken en zag je bijna in 3D foto's verschijnen. Wel, dit is eigenlijk vrij gelijkaardig. Wat je hier ziet is een houten box. En in die houten doos zitten een honderdtal glazen clichés en dus een stereoscoop, een kijker. Op deze foto zie je dat iets beter. Dit is het toestelletje zelf. En één van die clichés, één van die glasplaatjes ligt er nu op. En eigenlijk zie je dat we twee keer hetzelfde beeld hebben. Dus de fotograaf in der tijd die heeft tweemaal dezelfde foto genomen, maar met een minimaal verschil van positie, een kleine verschuiving. Als je ze dan uiteindelijk in dat toestel gaat stoppen, dan krijg je een soort van dubbel 3D-effect, wat heel indrukwekkend is om te zien. Nu, hoe kom ik aan deze collectie? Wel, het is helemaal niet mijn eigendom. Dit is eigendom van een goede kameraad van mij. En de mensen die mijn eerste lezing rond de klap hebben bekeken, dat zal bij hen een belletje doen rinkelen. Het gaat terug om mijn goede vriend Vincent van The Fisher King. The Fisher King is van alles. Het is een plaats in Sint-Idis Baltkokzijde aan de Vlaamse kust. Het is een tattoo studio in eerste instantie, maar er is ook een ambacht- en een curiosa museum die je kunt gaan bezoeken. En er worden ook heel regelmatig expos en een soort van huiskamerconcertjes en museumsessies georganiseerd. Dus ga zeker eens langs bij de Fisher King in Kokzijde. Ik zet de link naar hun website hieronder in de beschrijving onder dit YouTube-filmpje. Nu, Vincent, mijn goede kameraad, die gaat die heeft nog altijd, denk ik, een vrij grote collectie aan viewmasters en stereoscopen. Hij vindt dat heel erg boeiend. En ik denk in 2013 was er een vriend van hem die in Parijs was en die vond daar in een tweedehandswinkel deze stereoscoop waar het hier in deze presentatie over zal gaan. Die heeft Vincent gebeld, heeft gezegd van kijk, ik heb hier een exemplaar gevonden. Best wel prijzig, maar wat wil je? Koop ik hem voor jou of niet? Vincent zei, oké, doe maar, koop maar, breng hem maar mee. En wat bleek? Ja, het waren 100 foto's die dateren uit de Eerste Wereldoorlog 1418. Vincent die wist dat ik toen nog actief was als slagveldgids, als gids op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, vooral rond Ypres, Vlaamse Westhoek, maar ook Noord-Frankrijk. Hij nodigde mij bij hem uit en zei, moet eens die foto's bekijken, is dat de moeite? Nu, ik moet zeggen, die foto's had ik nog nooit gezien. Dus wat mij betreft waren dat echt wel heel erg exclusieve foto's. Een paar maanden later gaat Vincent zijn tattoo shop verhuisd van een oude locatie naar de nieuwe locatie, de huidige Fisher King, het Krekelhof in Kokzijde. En er was een opening gepland, een openingsweekend, en hij vroeg aan mij van ja, Miguel, wil je daar niet een soort van lezing geven en misschien kun je dat gaan doen rond die stereoscoop. En dat vond ik een fantastisch idee. Dus ik heb een 25-tal van de 100 foto's geselecteerd. De foto's die mij toen het meest aanspraken, de foto's waar rond ik dacht een verhaal te kunnen vertellen. En die heb ik dus in deze presentatie gestopt en zal ik zo meteen ook tot bij jullie brengen. Nu, toen ik dat wou doen, had ik een praktisch probleem. Jullie zien hier op de foto hoe dat eruit ziet. Als je die glasplaatjes gewoon in handen hebt, dan heb je daar
eigenlijk niks aan. Ik ga dat wel tegen het licht houden, maar je ziet er weinig op. Dus je hebt echt wel het toestelletje, dat houten bakje met die twee kijkers nodig, om effectief te zien wat er op die clichés staat. Maar ik vroeg mij af hoe ik dat zou kunnen digitaliseren. Hoe kan ik dat uiteindelijk in een digitale presentatie gieten? Ik ben toen langs gegaan bij het Vlaanders Fields Museum, in Ieper, het kenniscentrum van het Vlaanders Fields Museum, want ik wist dat zij ook een aantal van die stereoscopen in hun collectie hadden zitten. En zij werkten toen met een private firma die dat kon inscannen. Want het was een heel duur proces. Ik had dat budget niet, dus ik dacht, ik ga dat niet doen. Dus ik heb nog even goed nagedacht, wat zou ik kunnen doen? En plots had ik het gevonden, wat ik heb gedaan, simpelweg, ik heb die clichés in de stereoscoop gestopt, in het bakje gestopt, en ik heb mijn iPhone, mijn telefoon, het fototoestel van mijn telefoon, heb ik tegen een van die kijkers gehouden, en tot mijn grote verrassing kreeg ik een perfect beeld op het scherm van mijn telefoon, daar een foto van gepakt, en zo heb ik die foto's uiteindelijk kunnen digitaliseren. Dat heeft mij al bij al misschien 2 uurtjes werk gekost, maar geen eurocent. Dus het was een heel goedkope en toch heel effectieve manier om de foto's te gaan digitaliseren en uiteindelijk in deze presentatie te kunnen gieten. Goed, laten we aan de slag gaan en de foto's bekijken. De allereerste foto die ik jullie wil tonen uit die heel bijzondere collectie is deze foto. Het is een foto uit de Elzas. Een aantal van die clichés, een aantal van die foto's hadden er ook in het klein onderaan op staan waar de foto werd gemaakt. Niet allemaal, maar een aantal wel. En als ik het zeker weet, zal ik het jullie zeggen. Of staat het ook gewoon onderaan op de foto getypt. Maar deze is dus uit de Franse Elzas. Noordoost-Frankrijk is dat. En waarom heb ik deze foto gekozen? Wel, als je die foto bekijkt, zie je een slagveld toch op de voorgrond. Dus wat heel erg opvallend is, en daarom heb ik die foto gekozen, dat is iets wat mij toch wel trof toen ik jarenlang bezig was met het onderzoeken van dat verhaal van de Eerste Wereldoorlog en het bekijken van foto's en ook het lezen van dagboekfragmenten van soldaten of rapporten van regimenten. Toen bleek heel vaak dat de verwoesting van het terrein, van het slagveld, tijdens de Eerste Wereldoorlog, die verwoesting was gigantisch. Die verwoesting was bij momenten compleet. Het slagveld, daar stond niets meer recht. Geen huis, geen boom, geen grassprietje. Het was een modderpoel, een maanlandschap. Maar op sommige foto's, en zeker in verslagen van soldaten, vind je terug dat eens dat je dat slagveld ging verlaten, en soms was het maar 200-300 meter verder, dat bleek al vlug dat die complete verwoesting extreem lokaal was. Extreem beperkt tot op een heel klein oppervlakte. En dat zie je op deze foto heel goed. Als je kijkt, de voorgrond van de foto. Dus wat je onderaan de foto ziet, dat is het slagveld. Je herkent misschien wel die kronkelende lijnstructuur van de loopgraven. Je ziet hier en daar een boomstam plat liggen. Hier en daar staat nog een klein stronkje recht. Maar als je dan wat verder gaat, en dat is echt niet veel verder van het slagveld, dan zie je dat de bomen daar nog recht staan. En dan nog eens een paar tientallen meters verder, aan de horizon, zie je dat de bomen zelfs nog de bladeren hebben. De kruinen die zijn nog intact, die zijn nog compleet. Dus die slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, die waren heel erg verwoest, maar heel erg lokaal verwoest. En soms in nog geen 100 meter hing men eigenlijk van totale verwoesting naar helemaal niets aan de hand. En ik ga even ter illustratie jullie een foto tonen die niet uit de stereoscoop komt, niet uit die bijzondere collectie komt. Dit is een foto die ik in mijn eigen digitale collectie op mijn computer heb staan. En dit is een foto genomen, het staat trouwens, bovenaan de foto zie je de datum. Het is half augustus 1917. En de foto is genomen boven het Bos van Houtgelst, Forêt de Houthuist. En trouwens, dat Bos van Houtgelst, dat is die grote zwarte vlek die je bovenaan, rechtsbovenaan op de foto ziet. Maar als je vooraan, de voorgrond kijkt van die foto, dan zie je daar een heel erg bleke zone, bijna witte zone, dat is het slagveld. En als we dan wat meer gaan inzoomen, dan zie je, ja, als je goed kijkt, zie je een aantal van die zwarte puntjes, dat zijn de granaatinslagen, de kraters. En dan zie je ook een aantal witte vlekken. De witte vlekken, dat zijn de plaatsen waar bebouwing stond die volledig verwoest is. Dat zijn eigenlijk puinhopen. De grote witte vlek, die je quasi in het midden van deze foto ziet, dat is het dorpscentrum van het dorp Bekschoten. Vandaag de dag is dat een deelgemeente van Langemark Poelkapelle, een gemeente in de buurt van Ieper, tussen Ieper en Diksmuide gelegen. Maar als je dan kijkt een klein beetje meer naar het noorden, ik ga even met mijn muiscursor, dus hier die witte vlek waar mijn cursor nu rondgaat, dat is
het centrum van Bekschoten. En als je naar boven gaat, links naar boven, zie je daar een groepje huizen staan. Die zijn nog bijna intact. Ook dit stukje bos die je hier ziet, nog bijna intact. Dan zie je daar bijvoorbeeld een boerderij nog wat meer naar boven. Daar staat nog een dak op als je goed kijkt. Dus daar is niets aan de hand. Dus hier heb je echt een maanlandschap onderaan de foto. En dan een paar honderden meters verder is er helemaal niets aan de hand. Ook dat bos van Houtgulst is nog bijna intact. En dan aan het noorden, ten noorden van dat bos, zie je hier een dorpskern. Je ziet heel duidelijk die kerktoren. Dat is het dorp Houtgulst, die daar nog helemaal intact is. En ook het bos van Houtgulst hier is nog in vrij goede staat in de zomer van 1917. Toen, in die tijd, was het bos van Houtgulst, die vandaag de dag 350 hectare groot is, was toen nog ruim 1000 hectare groot. Zo ooit een bos van 3 tot sommige bronnen beweren 6000 hectare groot geweest zijn. Op het einde van de oorlog, eind 1918, bleef daar helemaal niets van over. Trouwens, als ik een beetje scroll en iets meer nog naar het westen ga, de westen van het bos van Houtgulst, ja, hier zie ik nog een dorpje liggen die op dat moment nog helemaal intact is. Dat is Jonkershoven, vandaag de dag ook een deelgemeente van de gemeente Houtgulst. Goed, een andere foto uit de collectie van de stereoscoop is een foto die werd genomen in Chemin de Dam. Trouwens, dat moet ik jullie nog vertellen. De meeste foto's die bevinden zich in de sector waar Franse soldaten actief waren. Dus vooral in Frankrijk, Noordoost-Frankrijk is dat. Chemin de Dam bijvoorbeeld, dat is in de Champagne-streek, niet zo ver van Reims. Er zijn ook een aantal foto's in die collectie, die zal ik jullie straks ook tonen. Die zijn genomen in de Westhoek, in Vlaanderen, maar dat zie je straks dan wel. Maar de meesten ja, die bevinden zich uiteraard in Frankrijk. Ik vermoed dat het een fotograaf was die meereisde met het Franse leger tijdens die oorlog van 1914 tot 1918. Waarom heb ik deze foto genomen? Wel, is het een kar die getrokken werd door twee paarden. De paarden zie je daar op de grond liggen. De paarden zijn om het leven gekomen. De Eerste Wereldoorlog was een ontzettend verwoestende oorlog. Niet alleen wat materiaal betreft, maar ook wat mensenlevens betreft. De cijfers die variëren wat, maar algemeen neemt men aan dat er in de Eerste Wereldoorlog 8,5 miljoen mensenlevens zijn verloren gegaan. 8,5 miljoen doden. Wat weinig mensen weten is dat er 9,5 miljoen paarden om het leven zijn gekomen. Er zijn meer paarden gestorven in die oorlog dan dat er mensen, soldaten, zijn gestorven. Want van die 8,5 miljoen mensen, dat wil ik er ook nog even bij zeggen, was het merendeel militair, soldaat. Men zegt dat 90-95% van de doden in de Eerste Wereldoorlog soldaten waren. Militairen, 5% burgers. In de Tweede Wereldoorlog zou dat al 50-50 geweest zijn. Als we kijken naar de huidige oorlogen die nog altijd woeden op onze planeet, dan gaan we terug naar die 90-10-95-5%, maar niet meer zoals in de Eerste Wereldoorlog, maar omgekeerd. Nu sterven er vaak helaas meer burgers dan militairen. Maar goed, terug naar die paarden. Waarom zijn er zoveel paarden gestorven in de Eerste Wereldoorlog? Wel, die paarden, ja, die zaten ook op de slagveld. Die werden voor heel veel gebruikt. Die tonen jullie straks voor wat allemaal. En als die zich op een slagveld bevonden en er was een artilleriebombardement met kanonnen, dan konden die niet schuilen. De soldaten wel. Die gingen in de loopgraven, die gingen in bunkers en schuilplaatsen onder de grond. Maar paarden die konden daar niet in. Die bleven dus gewoon in het open terrein staan. En die waren dus ja, gewoon schietschijven. De eerste en ook meest voorkomende slachtoffers vandaar. Zoveel dode paarden. Op deze foto kun je dat goed zien. Waarvoor werden die paarden allemaal gebruikt? Ik zal u nu een paar foto's tonen die niet uit de collectie van de stereoscoop komen, maar wel geplukt hier en daar van het internet of uit mijn eigen collectie op mijn computer. En hier zie je een soldaat, een Duitse soldaat, op een paard. Dit is de cavalerie. De cavalerie is iets wat vooral in de 19e eeuw en vroeger heel vaak gebruikt werd bij oorlogsvoering. Helemaal in het begin van de oorlog, oktober, november, september, augustus 1914, zette men ook nog vaak de cavalerie in. Ook bij de eerste slag bij Ypres bijvoorbeeld, van half oktober tot begin november 1914, werd onder andere bij Zandvoorde, te zuiden van Ypres, werd nog de cavalerie, de Royal Household Cavalry, ingezet. Dat was een miskleun van je welste.
Mannen te paard, die chargeerden rij op rij. En wat verder in het struikgewas in de bossen zaten de Duitsers met machinegeweren. Die maaiden gewoon die paarden en die ruiters neer. Dus het gebruik van de cavalerie in de Eerste Wereldoorlog was niet meer van die tijd. De Eerste Wereldoorlog, dat was een industriële oorlog. Machinegeweren, kanonnen, mannen met paarden konden daar eigenlijk niets meer doen. Al heb ik ooit eens in archieven gelezen dat tijdens het eindoffensief, dus eindoffensief, dan spreek ik over de periode eind september, oktober 1918, helemaal op het einde van de oorlog, het Belgische leger nog altijd het plan had om de cavalerie in te zetten in de tweede fase van de aanval. Hebben ze niet gedaan. Hebben ze niet gedaan omdat, zo schreef het verslag, de cavalerie in de file stond op de Ypersteenweg. Dus de weg van Yper naar Veurne. Dat is de huidige N8. Die straat bestaat nog altijd. En de zomermaanden zijn er vaak nog steeds files als de toerist naar de zee, naar de kust rijdt wel. In september 1918 stond de cavalerie in de file op de N8 tussen Yper en Veurne. En die zijn uiteindelijk helemaal niet op tijd op het slagveld geraakt. De paarden werden niet enkel gebruikt in het strijdgewoel, werden ook gebruikt, zoals je hier op deze foto ziet, voor transport. Transport van gewonden bijvoorbeeld. Je merkt het Rode Kruis op die kar. Dus gewonde soldaten werden van het slagveld weggebracht met paard en kar. Paarden werden ook gebruikt in de andere richting om materialen, munitie, logistiek naar het slagveld te brengen. Een slagveld die vaak, zeker in Vlaanderen, rond Passendal bijvoorbeeld, denk maar aan de slag van Passendal in 1917, dat slagveld was gewoon één grote modderpoel waar soldaten in wegzonken en paarden zeker in wegzonken. Archeologen, als ze de dag van vandaag nog paarden vinden, bevinden ze zich soms 1, 2 tot 3 meter onder het aardoppervlak, omdat die gewoon weggezonken zijn in die blubber. Ook op deze foto zie je hier dat deze paarden het heel moeilijk hebben om niet te verdrinken in die modderpoel. Niet enkel paarden werden gebruikt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op deze foto zie je ook een hond. Een hond met een gasmasker, dat is geen grap. Men had ook gasmaskers voor paarden. Als er een gasaanval was, deed men toch moeite om hun dieren te redden. Want een verloren dier, dat was ja, iets wat je niet meer kon gebruiken. Ja, hier waren vooral gebruiksdingen tijdens de oorlog. Waarvoor werden honden dan gebruikt? Ja, hier zie je een border collie bijvoorbeeld in het slagveld bij een Britse soldaat. Honden werden gebruikt om bijvoorbeeld boodschappen over te brengen van punt A naar punt B, van de looprachten naar het hoofdkwartier. Honden werden in het begin van de oorlog door het Belgische leger bijvoorbeeld gebruikt om machinegeweren te trekken naar het slagveld. Honden werden ook gebruikt in het niemandsland om gewonde soldaten 's nachts te gaan opspeuren en aan hun kraag mee te trekken terug naar de loopgrachten waar men ze dan eerst hulp kon toedienen. Duizenden soldaten zouden hun leven te danken hebben aan honden die 's nachts het niemandsland introkken en gewonde soldaten gingen gaan redden. En nog een ander dier die in de Eerste Wereldoorlog heel erg belangrijk was, is het dier die je hier ziet, de duif. De postduif werd eeuwenlang gebruikt, maar ook in de Eerste Wereldoorlog was het nog altijd een van de meest effectieve middelen om te communiceren. Hier zie je dat een duif losgelaten wordt uit een tank. Straks ga ik jullie wat meer vertellen over de tanks in de Eerste Wereldoorlog. En zo ging dus een boodschap naar het hoofdkwartier. Ik heb ooit eens een fantastische anekdote gelezen uit de Eerste Wereldoorlog waar een duif een hoofdrol in speelde. Ik weet niet meer precies waar ik het heb gelezen en ook niet meer precies waarover het ging. Ik denk dat het zich afspeelde in 1917 bij de slag om Arras, maar ik ben het niet helemaal zeker. Het was zo dat een bepaalde groep soldaten, een bataljon of een regiment, had de opdracht gekregen om een bepaald strategisch punt te veroveren. Een generaal, ver weg achter het front in een kasteel, had dat plan uitgewerkt. En dus het bataljon werd erop uitgestuurd en die aanval was zeer riskant. De kans dat men dat punt zou kunnen innemen was zeer klein, maar was wel heel belangrijk. En de generaal die wou zo snel mogelijk weten hoe de evolutie was en die wou echt als eerste te weten komen als men het bepaalde punt had bereikt of niet. Dus hij had er niets beter op gevonden dan een van de soldaten een soort van houten rugzak mee te geven met daarin een duif. En hij had dus het bevel gekregen van het ogenblik dat die Duitse post veroverd was, dat hij meteen de duif naar het kasteel moest laten vliegen met een boodschap mee, waarin er stond dat, ja, dat het doel bereikt was of niet. Dus die beeld dat in, de generaal zit kilometers achter het front, de ijsberen door zijn kantoor te wachten op die duif. Plots, hup, landt de duif op de vensterbank. De ordonnaas die had heel vlug, dus de knecht van de generaal, die had heel vlug de deur, het raam open doen, die pakt die duif,
haalt de boodschapper af en heeft die heel geheim boodschap aan de generaal. De generaal ontrolt die boodschap, leest dat in een paar seconden van stilte, frommelt het papier en vervolgens gooit het op de grond en gaat woest het kantoor uit. En de ordonnans die dacht van oei, ja, dat is geen goed nieuws. Heel waarschijnlijk is de aanval compleet mislukt. En die man die kon zijn nieuwsgierigheid niet langer in toom houden. Die heeft dat verfrommeld papiertje opgeraapt van de grond en is het beginnen lezen en daar stond in het Engels: I am sick and tired of carrying around this fucking damn pigeon. Excuseer mijn gevloek, maar zo stond het erop. Ik vertaal even vlug voor wie geen Engels praat. Ik ben het kotsbeu om die verdomde duif met mij mee te dragen. Dus die soldaat die die duif op zijn rug had, die was volop bezig naar het front aan het stappen of bezig in die aanval. Die was beu om die korf mee te dragen en heeft gewoon die duif gelost met die vreemde boodschap. Kleine anekdote. Goed, terug naar de collectie, want er zijn nog heel veel foto's aan jullie te tonen. Dit is een foto genomen in de Somme. De Slag aan de Somme is zonder twijfel de meest bloedige veldslag uit de Eerste Wereldoorlog. Een veldslag die verschillende maanden heeft geduurd, 4 à 5 maanden, en die ongeveer aan beide kanten van het slagveld 1 miljoen verliezen, meer of zelfs meer dan 1 miljoen verliezen, heeft gekost. Nu, als ik zeg verliezen, zijn dat niet enkel doden, dat zijn ook gewonden, vermisten. In sommige gevallen spreekt men zelfs van zieken ook, die telt men bij die... Maar dus het aantal doden in die Slag van de Somme was gigantisch. De eerste dag van de Slag aan de Somme zouden de Britten alleen al 60.000 man hebben verloren. Dat is onvoorstelbaar veel. Nu, hier zie je een beeld van een loopgracht. Het is een vrij onduidelijk beeld. Ja, die clichés die zijn ondertussen al meer dan 100 jaar oud. Dus verwacht je niet aan haarscherpe, duidelijk goed belichte foto's. Maar het is een beeld van een loopgracht. Daar in de Sommevallei. En we zien dus een aantal zandzakjes. En bovenop zie je vooral prikkeldraad. En ik zoom even in. De prikkeldraadversperring van die loopgrachten, daar hoor je vaak over, of daar lees je vaak als je leest over prikkeldraadversperringen in de Eerste Wereldoorlog. Maar die prikkeldraadversperring, dat is helemaal niet wat wij de dag van vandaag bijvoorbeeld rond een weide zien. Dat zijn mooie nette lijntjes. Wel, een prikkeldraadversperring in de Eerste Wereldoorlog was echt een kluwen aan prikkeldraad. Het was onontkoombaar, heel moeilijk om daardoor te gaan. Dat kun je op deze foto heel goed zien. Maar dat is eigenlijk niet de reden dat ik deze foto heb gekozen. De reden dat ik deze foto heb gekozen is... Ik zoom opnieuw even in en ik weet niet of jullie dit goed zullen kunnen zien. Ik laat even mijn cursor rondgaan. Wat je hier ziet is een voet en een laars die nog half en half vasthangt aan een onderbeen, een kuitbeen, die uiteindelijk verdwijnt in de borstwering van die loopgraaf. Nu, als je leest in dagboeken van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog en men beschrijft de loopgraven, dan is het zo dat meestal de Duitse loopgraven er het beste uitzien. Deutsche Grundlichkeit. Die waren heel mooi, heel goed uitgebouwd. Heel netjes. De Britse, Belgische loopgrachten, die waren vaak al wat modderiger, wat minder goed onderhouden. Was er één daarvan? Wel, de Duitsers, die hadden zo'n idee van, kijk, dit is nu het einde van ons rijk. Dit is onze rijksgrens. Wij zijn hier en wij zullen hier blijven tot in de eeuwigheid. We gaan ons goed organiseren, we gaan ons goed inrichten. Terwijl de geallieerden, Belgen, Britten, Fransen, anders dachten. Die dachten eerder van, kijk, nee, we zijn hier maar voor even. Straks gaan we aanvallen en dan stoten we Duitsers terug weg. En dit gaan we maar voor even moeten gebruiken. Dus het is maar provisoire, het is maar voor eventjes. Maar de meest vuile loopgrachten, dat waren de Fransen. Dat werd heel vaak in dagboeken vermeld. En ik heb ooit eens in een dagboek gelezen dat de Fransen de borstwering van hun loopgraven opbouwden uit lijken van hun gesneuvelde kameraden. Toen ik dat las, leek mij dat misschien wel wat overdreven. Maar toen ik deze foto ontdekte in deze bijzondere collectie en ik zag daar een been met voet uit de borstwering steken, dacht ik van tja, misschien klopt dat verhaal toch. Ik toon even deze foto. Waarom toon ik deze foto? Dit is, de meesten onder jullie zullen dit gebouw, dit monument ongetwijfeld kennen. Nee, dit is de Menopoort in Ieper. Een van de meest bekende monumenten van de Eerste Wereldoorlog. Het is niet zomaar een monument, niet zomaar een Brits monument. Dit is a memorial to the missing, een monument voor de vermisten. Op de muren van deze Menopoort staan ongeveer 55.000 namen van soldaten van de British Commonwealth, van het Britse gemene best. Niet zomaar 55.000 namen, dit zijn 55.000 vermiste soldaten. Vermist.
Dus jongens die ooit naar het slagveld zijn vertrokken, nooit zijn teruggekeerd en ook nooit zijn gevonden. Die liggen nog altijd ergens op die gewezen slagvelden rond Ypres, of misschien ergens ook onder het graf van een onbekende soldaat. Dat kan ook. Nu, als je die foto van daarnet ziet, dan snap je hoe het komt dat er zoveel vermiste soldaten zijn in de Eerste Wereldoorlog. Sommigen die werden gewoon in stukken geschoten of werden gewoon ergens in een borstwering verwerkt. Dan is het inderdaad heel moeilijk om die terug te vinden. Trouwens, die 55.000 namen op de Menepoort zijn niet de enige vermiste Britse soldaten rond Ypres. Dit is een foto van het Tynecott Memorial op Tynecott Cemetery, Zonnebeke bij Passendalen. Daar staan nog eens 35.000 namen op van vermiste soldaten. 35.000 anderen. Daar nog in de buurt heb je dit monument. Het is Pluck Street Memorial bij Ploegsteert, ten zuiden van Ypres. Nog eens een goede 11.000 namen, andere namen van vermiste soldaten daar in de buurt. Als we al die vermiste Britse soldaten gaan samentellen in de Westhoek en Vlaanderen, dan komen we op meer dan 105.000 vermiste Britse soldaten. Alleen, ik heb het niet over Belgen, niet over Fransen en ook niet over Duitsers. Dus dat is ongetwijfeld nog een veelvoud aan dergelijke soldaten. Dit is misschien een van de grootste monumenten voor de vermisten. Dit is niet in België, dit is in Noord-Frankrijk. Dit is in de Somme, de plaats van de foto van daarnet. Dit is het Thiepval Memorial. En op dit monument staan ongeveer 72.000 namen van vermiste Britse soldaten. 72.000. En 80-85% geraakte vermist tijdens de slag aan de Somme, dus de periode van 1 juli tot half november 1916 was dat. Nog een fotootje uit de collectie van de stereoscoop die het verhaal van die vermisten heel mooi duidt. Het is een foto Douaumont, bij Douaumont, dat is in de streek van Verdun, opnieuw Noord-Frankrijk. Het lijkt echt een woestenij, zo'n verwoest slagveld. Maar als die foto goed gaat bekijken, ik zoom even in, dan zie je op de voorgrond wat lompen liggen hier, wat lompen. En vooral hier opnieuw twee benen. Dit zijn beenwindels, zo van die lompen die men rond de schenen woont. En dan zie je hier een laars, dus opnieuw een soldaat, of wat daarvan overblijft. Dit zijn verwoeste menselijke resten, verwoest door artilleriebeschietingen. De kans is groot dat men die soldaat nooit een deftig graf zal gegeven hebben. En die dus als vermist opgegeven blijft tot op de dag van vandaag. Nog zo'n gruwelijke foto die je hier ziet, die ik er zeker wil insteken, is ook een foto uit die collectie van de stereoscoop. Wat zien we? We zien hier een soldaat staan. Daar wat verder een klein groepje soldaten. Deze soldaat, ik ga er even met mijn cursor rond, die kijkt in de lucht, waarschijnlijk passeert daar net een vliegtuig. Maar dan zie je gewoon dat groepje soldaten daar staan keuvelen, alsof er niets aan de hand is. Maar naast hen ligt wel een hoop lijken. Dit lijk, die hier op de voorgrond ligt, die heeft zelfs geen benen meer. En die ligt daar gewoon te liggen, terwijl de rest er gewoon rond staat. Dus die wereld van de Eerste Wereldoorlog is een en al gruwel geweest. Deze foto toont een massagraf. Nu, jullie hebben daarnet een fotootje gezien van Tynecott Cemetery. Ik ga jullie nog wat foto's tonen die niet uit de stereoscoop komen. Deze foto bijvoorbeeld heb ik van op het internet geplukt. Is een Britse militaire begraafplaats in de buurt van Ypres. Net na de Eerste Wereldoorlog, met nog verschillende houten kruisjes op. Weinig mensen weten dat de Eerste Wereldoorlog eigenlijk de eerste Europese oorlog is waarbij elke soldaat een individueel graf krijgt. Als we kijken naar andere oorlogen, bijvoorbeeld de Frans-Pruisische oorlog of de oorlogen onder Napoleon, om maar een paar oorlogen te noemen, dan hebben wij geen begraafplaatsen met individuele graven. Hier en daar misschien een massagraf, maar de begraafplaatsen, zoals wij die vandaag kennen, had men niet. Dit is de eerste oorlog waarbij men eigenlijk de soldaat als individu gaat erkennen en die ook een eigen graf gaat geven. Dit is het beeld dat u vandaag de dag in Vlaanderen, maar ook in Noord-Frankrijk of elders in de wereld, waar oorlogen met soldaten van het Britse gemene best waren, die vind je overal terug. Dit is de Tynecott Cemetery, de grootste Britse militaire begraafplaats in Vlaanderen en ook meteen ter wereld. Met meer dan 12.000 individuele graven. Betekent dat dan dat we uit die periode van de Eerste Wereldoorlog geen massagraven meer hebben? Nee, dit is een luchtfoto van het massagraf in Vlaanderen op de flank van de Kemmelberg. Kemmelberg, ten zuiden van Ypres in het West-Vlaamse Heuvelland.
Daar heb je nog zo'n Frans massagraaf. De Britten, die hebben bijna nooit massagraven gebruikt. De Fransen daarentegen, Duitsers ook, deden dat wat vaker. Zeker naar het begin van de oorlog toe. Al dateert dit massagraaf uit het einde van de oorlog. In dit massagraaf liggen meer dan 5000 Franse slachtoffers. Slechts 57 onder hen zijn geïdentificeerd. Hun naam staat er ook op een monument. Al de rest heeft geen naam. Onbekende soldaten. En ze zijn allemaal gesneuveld tijdens het Duitse lenteoffensief. Dat is het voorjaar april 1918, naar het einde van de oorlog toe. Dit is een groep soldaten die de Kemmelberg heeft verdedigd en die zijn er trouwens niet in geslaagd. De Duitsers hebben die kunnen veroveren. Eind april 1918 was dat. Hier zie je een afbeelding van Duitse soldaten die een massagraf aanleggen. Trouwens, een mooi voorbeeld van het aanleggen van massagraven door de Duitsers is een paar jaar geleden, ondertussen al 11 à 12 jaar geleden, ontdekt in Fromelles. Fromelles is een heel klein dorpje in Noord-Frankrijk. Dat is ongeveer tussen Lille en Lens. Dus Noord-Frankrijk. Het slagveld liep daar. En in juli 1916 vond daar de Battle of Fromelles plaats. De slag bij Fromelles is eigenlijk geen zo'n grote slag geweest. Het heeft al bij al max 24 uur geduurd. Maar is wel, vooral voor de Australiërs, heel belangrijk. Omdat dat hun eerste grote veldslag was in Europa. Tijdens de Eerste Wereldoorlog. Waarbij ze ook ontzettend veel verliezen hebben geleden. Die Battle bij Fromelles was dus een Brits-Australische aanval op een Duitse stelling op de heuvelrug van Fromelles. En die aanval is mislukt. En de Duitsers, de Australiërs liever, die hebben daar in die 24 uur 5500 doden te betreuren. De Britten nog eens 1500 extra. Dus in 24 uur 5500 doden voor een piepkleine natie die Australië toen was. Je moet weten dat Australië anno 1418 met moeite 4,5 miljoen inwoners telt. Dat is minder dan België toen. België had toen ongeveer 7 miljoen inwoners. Australië, piepkleine natie, die daar in 24 uur aan de andere kant van de wereld 5500 jongens verliest. Groot impact gehad. Dus in Australië is die naam Fromelles nog heel erg bekend. Maar wat ik eigenlijk wil vertellen is dat in 2008-2009, ik wil er nu vanaf zijn, is er een Australische onderzoeker daar op onderzoek gegaan. En die heeft daar een massagraf ontdekt. Een massagraf ontdekt met ongeveer 300 lichamen. Hij heeft er onderzoek naar gedaan en ondertussen aan de hand van DNA-onderzoek, heel bijzonder aan de hand van DNA-onderzoek, heeft men van de 250 soldaten die men daar heeft gevonden, heeft men er op vandaag al een 170-tal kunnen identificeren. Dat is best straf. Wat je hier ziet is Pheasantwood Cemetery, vlak naast de dorpskern van Fromelles. En dit is officieel de jongste Britse militaire begraafplaats ter wereld, want die werd pas aangelegd in 2010. Kun je nog altijd bezoeken. Er vlak naast staat er nu een bezoekerscentrum. Die staat nog niet op die foto. Die bevindt zich nu tussen de begraafplaats en de kerktoren. Nog een beeldje uit Verdun. Verdun, een slag die begon in het voorjaar van 1916. Nog voor de slag aan de Somme was voor het Franse leger een ontzettend bloedbad. De Fransen hebben daar honderdduizenden jongens verloren. Deze foto toont heel mooi aan wat een blubber dat was, wat een ellende dat was, dat leven in die loopgraven. We kunnen ons dat niet inbeelden. Vandaag de dag kunnen wij nog reconstructies van loopgraven gaan bezoeken, Buinwald in Wijdschaten bijvoorbeeld, of de Dodenhang in de Ksmuid, of de loopgraven van het Newfoundland Memorial Park in de Somme bij Beaumont-Hamel. Maar dat staat ontzettend ver van de realiteit. Want ik heb deze foto's in, hier zie je deze soldaat, die tot bijna aan zijn knieën in die motor zitten. Ja, die afkalvende borstweringen van die loopgrachten, dikke ellende. Op deze foto uit de stereoscoopcollectie zie je een aantal soldaten die naar of van het front komen. Ik weet het niet goed. Maar dan zie je ook hoe de sneeuw en de kou en de nattigheid en de ellende. Je ziet hoe de wegen blinken van de modder en de nattigheid. Een heel andere foto uit de collectie van de stereoscoop is deze. Ik zal even duiden wat we zien. Hè. Wat we eigenlijk zien is een deep dugout. Wat is een deep dugout? Een deep dugout is een ondergronds tunnelcomplex. Zowel Duitsers als Britten als Fransen hebben onder de loopgrachten tunnels gebouwd. Ze beseften al heel snel dat de loopgraven niet voldoende bescherming konden bieden. Ook bunkers waren vaak niet beschermend genoeg. Dus ging men eigenlijk tot 10, 15, soms 20, 30 meter diep onder de grond. En daar maakte men
hulpposten, medische hulpposten, slaapkamers, noem maar op. Kleine dorpjes bijna onder de grond. En vandaag de dag hebben wij nog altijd duizenden kilometers tunnelnetwerken onder de grond. Dat is zowel bij Ypres zo, als in de Somme, als in de streek van Verdun, Chemin-Dam, noem maar op. Vind je overal terug, die zijn er nog altijd. Die tunnels die staan vandaag de dag onder water. Dat is goed, want dat zorgt ervoor dat de houten stutten, de houten balken waarmee dat die tunnels worden recht gehouden, dat die niet gaan rotten. Want eens dat het water eruit gaat, dan komt zuurstof in, zuurstof en hout, slechte combinatie, dan gaat dat rotten. Stort die tunnels in, dat wil je niet meemaken als je erboven woont, want vandaag de dag staan er huizen gebouwd bovenop die tunnels. Maar die tunnels bestaan nog altijd. Deze foto zie je dus die stuttingen van die tunnels. Wat je ook ziet op deze foto op de voorgrond. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Het is een luguber beeld. Hier ligt een lijk opnieuw. Dat gezicht is heel erg verminkt. Ik zou durven zeggen verbrand zelfs. Want heel vaak waren dergelijke dugouts, nadat ze werden ingenomen door de vijand, uitgekuist met flamethrowers, vlammenwerpers. Men ging met de vlammenwerper daarin en iedereen stierf een verschrikkelijke verbrandingsdood. Iedereen die zich erin bevond. Ik kan me inbeelden dat dat daar is gebeurd. Nu, als ik deze foto ontdekte in de collectie van de stereoscoop, moest ik denken aan een andere foto die ik in mijn eigen collectie heb, die ik ooit eens heb mogen digitaliseren, ook van iemand die ik ken. Dat is deze foto. Kijk, als je die twee foto's vergelijkt. Ik laat jullie even kijken naar deze. En dan terug naar de foto van de stereoscoop. Je ziet die houten eiken balken die dus die tunnels stutten. Dit is heel vergelijkbaar. Het zou bijna dezelfde plaats kunnen geweest zijn. Maar deze foto die je hier ziet, is een foto genomen in de jaren 1990, eind vorige eeuw, in de buurt van Houtgeulst, Merkem. Onder de Hoge Moten, die bestaat nog altijd, dit tunnelnetwerk, die staat nu vol water. Maar begin de jaren 90 is er een heel lange droge periode geweest, grote hitte. En toen kwam dat tunnelnetwerk droog te staan, hebben een aantal amateur-archeologen, die hebben dat leeggepompt en zijn erin gegaan. In dat tunnelnetwerk. Het moet fantastisch geweest zijn om daarin te gaan. Dus 's nachts werd dat mooi afgesloten. En een van die nachten is een groepje van de plaatselijke Giro van Houtgeulst in die tunnels gegaan. En die hebben er foto's genomen met een Polaroid. En een paar jaar terug heb ik een van die ondertussen ja, volwassen mannen ontmoet, die vroeger in de Giro zaten. En die heeft mij zijn collectie even uitgeleend, zodat ik die kon gaan digitaliseren. En dat is een van de foto's uit die collectie van een tunnelnetwerk in de buurt van Merkem, die dus de dag van vandaag nog altijd bestaat. Hier zie je trouwens op deze tekening hoe men die tunnels heel vaak maakte. De Britten noemden deze mannen claykickers. Ze schoppen de klei weg. Dus ze schrepen eigenlijk centimeter per centimeter, bijna schrepen ze die klei weg en gaan zo tunnels vormen. Dat deed men vaak in ploegen van 10 tot 12 man. En dan zie je hier op deze afbeelding, zie je aan de ene kant de claykicker en dan zie je iemand die de neergevallen klei in zandzakjes stopt. En dan worden die zandzakjes via een smal spoorlijntje naar buiten getransporteerd om dan te recupereren in de loopgraven als borstwering. Een van de bekendste plaatsen waar die tunnels werden gebruikt is te zuiden van Ypres. Ik heb jullie net verteld dat die tunnels vooral als schuilplaatsen werden gebruikt, maar op een bepaald moment gaat men die tunnels ook gebruiken in de oorlogsvoering. Als een wapen, als het ware. Dus wat men eigenlijk doet is, bijvoorbeeld de Britten, achter hun linies, achter hun loopgraven, een paar honderd meter verder, zal men een tunnel beginnen bouwen. En men bouwt die tunnel richting de vijand. Men gaat 10, 15 tot 30 meter diep soms. En men graaft onder de eigen linies, onder het niemandsland, dus het gebied tussen Britse en Duitse linies, tot men vlak onder de Duitse stellingen zit. Daar bouwt men een grote kamer. Men propt die kamer vol met springstof, dynamiet. Men gaat dan een dam aanleggen in die tunnel, men trekt zich terug. En dan via een ontstekingsmechanisme kan men die springlading laten ontploffen en wordt de vijand eigenlijk van onderuit opgeblazen. Dat is het systeem van dieptemijnen. De mijnenoorlog noemen wij dat. Dat is niet nieuw. In de Eerste Wereldoorlog werd dat niet voor het eerst gebruikt. Dat is iets wat al in de middeleeuwen werd gebruikt onder grote stadsmuren bijvoorbeeld, om die te laten ontploffen. De Amerikaanse burgeroorlog werd dat ook al gebruikt. Maar hier in de Eerste Wereldoorlog werd het op zeer grote schaal gebruikt. Bijvoorbeeld hier, ten zuiden van Ypres heb je een heuvelrug. Dat zie je op deze kaart. Dus hier heb je de stad Ypres. Dit is de frontlijn rond de stad Ypres, die rode lijn, we noemen dat de Ypresboog. En dan, eens uit de zuiden van Ypres bent, heb je een tweede boogje, dat noemen wij de Wijdschateboog. Britten noemen dat Mason Ridge, dus de heuvelrug van Mason. De Britten zaten hier in de vallei en de Duitsers die zaten op de heuvelrug. En die heuvelrug, waardoor de Duitsers
uitgebouwd tot een oninneembare vesting, een oninneembare burcht. Wat hebben de Britten gedaan? Die hebben anderhalf jaar de tijd genomen om die volledig te gaan ondermijnen, te gaan ondertunnelen. En die hebben maar liefst 24 dieptemijnen geplaatst onder de Heuvelrug. Ik neem hier een andere kaart, hier zie je mooi die Wijdschatenboog. Dus wat je ziet, die rode lijn is de Duitse stelling, die blauwe lijn is de Britse stelling. En al die kleine bolletjes die je hier en daar ziet, dat zijn dus die 24 mijnen die men daar heeft geplaatst. Het plan was dat die 24 dieptemijnen 's nachts, midden in de nacht van 7 juni 1917 tot ontploffing zouden komen. Nu, uiteindelijk werd er eentje al een paar maanden eerder ontdekt, eentje hier net ten noorden van het bos van Ploegsteert was dat, door de Duitsers onschadelijk gemaakt. Een aantal eronder die zijn uiteindelijk niet tot ontploffing gekomen of heeft men bewust niet laten ontploffen omdat ze iets te veel naar het zuiden lagen. Maar van die 24 mijnen ontploffen dus 19 dergelijke dieptemijnen tegelijkertijd, midden in de nacht, 7 juni 1917. De explosie was gigantisch. Bepaalde bronnen zeggen dat er een aardbeving ontstond die ruim een minuut zou hebben geduurd. Sommigen zeggen dat je de knal kon horen of voelen van Londen tot Parijs. 250 kilometer van Ypres, dat is misschien wel wat overdreven, maar die knal moet gigantisch geweest zijn. Hier zie je een archiefbeeld, komt niet uit de stereoscoopcollectie. Dit is trouwens een screenshot uit een film, gemaakt in 1916 op de eerste dag van de Slag aan de Somme. Die film kan je integraal gratis bekijken, ook op YouTube. Je moet eens klikken, intikken. The Battle of the Somme, 1916, 1916. En dan vind je anderhalf uur aan zwart-wit beelden van die begindagen van de Slag aan de Somme. En hier zie je de Hawthorne Mine, de Meidoorn Mine, bij Beaumont-Hamel, die tot ontploffing komt, de 1 juli 1916. Als je dan kijkt naar die bomen die je hier op de voorgrond ziet, krijg je een idee van de impact van die explosie. Bij Meessen en Wijdschaten hadden bepaalde mijnen 20, 25 ton, dus 25.000 kilogram munitie. Dus dat was in totaal bijna 500.000 ton dynamiet die daar in één klap tot ontploffing kwam. En die uiteindelijk ook voor een groot succes zorgde. De slag bij Meessen was een onvoorstelbaar succes voor de Britten. Vandaag de dag kun je nog altijd 15 mijnkraters zien in dat landschap. Dit is een van de meest indrukwekkende. Dit is de Caterpillar krater, vlak bij Hill 60 op het provinciedomein de Palingbeek, ten zuiden van Ypres. Die kun je gewoon gaan bezoeken als je dat wil. Heel indrukwekkend. Terug naar de stereoscoop. Hier zie je een beeld uit de Franse Ardennen, waar ook die linie van de Eerste Wereldoorlog doorliep. En dan zie je hier eigenlijk de flank van zo'n mijn. Krater. Dus ook daar werd de mijnenoorlog fel uitgevochten. En dan zie je dat soldaten, we zien hier de schimmen van soldaten, dat zij die eigenlijk gebruiken als een soort van verdedigingslijn. Dus vaak als een dieptemijn tot ontploffing kwam, gebruikte men de krater als nieuwe stelling. Nog een beeldje uit de stereoscoop, die ik best interessant vond om met jullie te delen. We zien een groepje Franse soldaten staan, keuvelen opnieuw staan in de loopgrachten. Ik weet niet precies waar, maar aan de kalkstenen te zien waar de loopgraven uitgebouwd zijn, moet dat ergens in Frankrijk geweest zijn, steek rond Gaza misschien, of Arras, ik weet het niet. Maar wat mij vooral opvalt, is dat er op de voorgrond, op een draagberg, ligt een gewonde soldaat. Of een dode, maar ik vermoed een gewonde soldaat. En dan zie je hoe die mannen er eigenlijk gewoon met hun rug naartoe staan en die man daar gewoon laten liggen. Hier staan nog een aantal draagberries klaar om gewonden af te voeren. Nu zou je misschien denken, wat onrespectvol van hen om die gewonde man daar zomaar te laten liggen, ondertussen wat te praten onder elkaar. Nu moet je weten dat de Eerste Wereldoorlog ook daarin een primeur had. Dit is de eerste oorlog waarbij men op grote schaal gewonde soldaten gaat verzorgen. Als je kijkt naar vroegere oorlogen, als je als soldaat gewond werd op het slagveld, dan had je pech. Dan stierf je uiteindelijk, soms uren, dagen later, aan je verwondingen. Of als je nog genoeg krachten had, ging je op eigen houtje hulp gaan zoeken. Ging je naar huis zelfs, waar moeder, de vrouw of je zus of een plaatselijke dokter je dan ging gaan verzorgen. Maar de kans dat je dat overleefde was zeer klein. Want de Eerste Wereldoorlog is de eerste oorlog waarbij men echt een medisch systeem op poten zet. Een medische evacuatie op poten zet. En er alles aan doet om soldaten weer beter te maken. Vergis je niet, dat heeft niets met menselijkheid te maken. Nee, dit is eigenlijk een soort van recyclage. Men geeft plots door dat als je een gewonde soldaat terug beter kunt maken, ja, dan kun je hem een tweede keer inzetten. Of een derde keer, of zelfs een vierde of vijfde keer. Dat gebeurde vaak. Dus het heeft niks met menselijkheid te maken, het heeft gewoon met economie te maken. Het economiseren van soldaten, we kunnen ze meerdere keren gaan hergebruiken.
Dit is trouwens nog een foto uit de stereoscoop die ik er graag wou insteken. Daaronder stond geschreven op dat plaatje, dat glazen plaatje stond, dat dit een Amerikaanse Rode Kruispost was in de duinen van Kokzijde. Dus het is in de duinen van Kokzijde, achter het slagveld. Het slagveld, de linie lag toen bij Niepoort, bij de havenhul van Niepoort. En het gebied daarachter, dat duinengebied, daar had je veel kampementen van voor soldaten, Fransen, Britten. En had men dus ook medische voorziening, zoals je hier kunt zien. Nog een foto uit de collectie van de stereoscoop, waar we opnieuw een aantal lijken zien liggen. Een paar soldaten die ertussen lopen. Hier op de voorgrond deze soldaat, die heeft trouwens aan zijn flank had hij waarschijnlijk dit ding hangen. Dit is een soort van cilindertje, is dat, waar een gasmasker werd ingestopt. Maar ik heb deze foto eruit gepikt, omdat helemaal op de achtergrond, het is niet goed te zien, ik zoom even in, zie een schim van een heel raar toestel. Dit is een tank. Een van de allereerste tanks die werd ingezet. Trouwens, het tank werd voor het eerst ingezet tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit is een uitvinding van de Eerste Wereldoorlog. De tank werd voor het eerst ingezet door de Britten in september 1916 tijdens de slag aan de Somme, waar ik het ook al eerder over had. De tank die je hier ziet, is dit model, de Saint-Chamond. Een tank die gebruikt werd door het Franse leger. Het is een vrij grote, indrukwekkend ding. Hier zie je waarschijnlijk een propaganda-afbeelding waar je echt zo bijna als een monster bovenuit de loopgracht uitkomt, de tank. En als ik dan terug ga naar de stereoscoop, zie ik waarschijnlijk dezelfde foto. Op deze foto kan ik afleiden dat dat in de Somme was. We zien opnieuw die soldaten daar liggen. Sommigen schuilen, anderen zijn gesneuveld. En we zien opnieuw diezelfde tank op de achtergrond, maar deze keer zie je dat hij net een impact heeft gehad. We zien de vonken eruit slaan, de vonken en de vlammen. Heel veel dienst heeft hij waarschijnlijk niet meer geboden uiteindelijk hierna. Het is een typische Franse Saint-Chamond-tank. Dit is trouwens niet de enige tank die ik in de collectie van de stereoscoop terugvond. Ook op deze foto zie ik er eentje op de achtergrond. Dit is de FT Renault-tank. FT-17 wordt hij ook wel genoemd. Het is gemaakt door de Franse huidige autobouwer Renault. Het was een pak succesvoller op het einde van de oorlog dan die grote Saint-Chamond, die daarnet zat, die grote logge, die een snelheid had van 2-3 km per uur, die zo zwaar was dat hij vaak wegzonk, gewoon weg in de modder. Daarbinnen de temperatuur 50-55 graden, dus voor de operatoren bijna niet te doen om daarin te blijven. Maar deze FT Renault-tank was eigenlijk een pak wendbaarder, sneller, veel kleiner en lichter. Trouwens, deze foto, voor ik verder ga, ik zoom even in wat mij ook echt trof aan deze foto, is dat je ziet op de bodem van deze loopgraaf zie je opnieuw een lijk liggen. En zie je eigenlijk een half, enorm gaaf gezicht van een heel jonge soldaat die daar dus ook ligt. En heel waarschijnlijk vermist zal blijven tot op vandaag. Hier zie je een afbeelding van die FT Renault-tank. De FT Renault-tank die trouwens in de Tweede Wereldoorlog, begin van de Tweede Wereldoorlog, gebruikt werd door de Amerikanen. Hier zie je ook hoe klein en wendbaar die was. Het lijkt bijna een speelgoedtank, maar heel, heel bruikbaar. Dit is opnieuw een afbeelding uit de stereoscoopcollectie. Foto's in Zonnebeke, België, bij Ieper. Dit is een tankbegraafplaats, bijna een foto die volgens mij dateert van na de oorlog. Want als ik kijk op de achtergrond zie ik daar wat barakken staan, wederopbouwbarakken dan, net na de oorlog. Maar hier zie je dus wat tankwrakken die half weggezonken in de modder liggen. Een beeld die we heel vaak terugvinden op foto's uit die tijd. Een tank werd op heel grote schaal ingezet tijdens de slag om Passendalen. 1917 en ook later in het eindoffensief 1918 rond Ieper. De tank die je hier ziet is de Britse tank, de Mark tank, Mark 4 tank, die je hier op deze foto ziet. Dit is een foto opnieuw uit de stereoscoop collectie. En dit is het interieur van een van die tanks. Dan zie je dat die operatoren heel dicht op elkaar zitten. In bepaalde modellen van tanks hadden zelfs een opendraaiende motor in het midden van die tank, dus je moest echt wel opletten als je verkeerde beweging deed, was je arm kwijt. Een ander stukje van de technologie die zijn ingang kende in de Eerste Wereldoorlog, de Industriële Oorlog, is dit. Het is een wrak van een vliegtuig. Opnieuw een vrij lugubere foto, want de piloot zit er nog in. Ik zoom even in. Hier zien we het hoofd van de piloot met zijn leren helm aan, zijn windbril aan ook. Dus ja, die zit er ook nog altijd in, een vrij luguber beeld. Het valt eigenlijk wel op aan die collectie dat ze, ja, ze sparen de kijker niet. Hè. Ze zijn echt wel niet gecensureerd. Het maakt deze collectie ook wel heel erg bijzonder. Maar goed, dus ja, de luchtvaart was heel nieuw. Het Belgische leger bijvoorbeeld, anno 1914, had geen luchtmacht. Hè. De eerste Belgische piloten waren gewoon
rijke luiszoontjes, industriëlen die een eigen vliegtuig hadden, zoals wij nu een motor hebben of een schone auto, hadden zij een vliegtuig. En die melden zich vrijwillig aan en met hun toestel. En de eerste vluchten in de Eerste Wereldoorlog waren vooral ter observatie. Boven de slagvelden vliegen kijken. Foto's nemen ook van de loopgrachten bijvoorbeeld. Een soort van spionage. Het is pas later in de oorlog, na een paar maanden, dat die luchtoorlog grimmiger wordt. Dan zien we dat soldaten, piloten liever, dat die een handpistool bijvoorbeeld meenemen in een open cockpit. En zo vuren als een cowboy op hun paard naar de voorbije vliegende vijand. Nog later zien we dan de eerste bombardementen komen. Waarbij piloten of co-piloten met de blote hand gewoon artilleriegranaten uit de cockpit gooien en zo proberen de vijand te treffen. En nog later groeit dat uiteindelijk uit tot echt bommenwerpers die dan ja, met moeite 10 tot 15 max bommen droppen boven het vijandelijke gebied. Op deze foto zie je een Franse piloot. Zijn naam kennen jullie allemaal. Ik ga zijn naam nog niet verklappen, ik ga eerst vertellen waarom hij zo belangrijk is. Het was een heel bekende Franse jachtpiloot, die heel veel luchtgevechten heeft gewonnen en dus ook echt wel een legendarische reputatie heeft opgebouwd in die oorlog. Hij is 2 keer gecrashed, de eerste keer in vijandelijke linies, in de buurt van Roeselaar, Lendelede, langs daar, is Lichtervelde. Is kunnen ontsnappen en terug, weet niet hoe, maar op een of andere manier terug in geallieerd gebied gekomen, opnieuw gaan vliegen en dan opnieuw wat later gecrashed en daarbij om het leven gekomen. Maar wat hem zo bijzonder maakt, is dat hij een systeem heeft uitgevonden om een machinegeweer voor zijn cockpit te zetten en eigenlijk door de propellers, of door de bladen van zijn propeller te schieten. Voordien kon dat niet. Als je dat deed, dan ging je gewoon op de dieperik in. Je schoot je eigen propeller kapot. Maar hij had dus een soort van metalen platen op zijn propellers, op zijn bladen gehangen, waardoor hij eigenlijk door die propeller kon schieten. Later hebben de Duitsers, of heeft eigenlijk een Nederlander, Fokker, die heeft dat systeem nog verbeterd door een soort van intervalsysteem uit te werken, waardoor hij echt tussen de bladen doorschoot. Maar Roland Garros, want zo heet hij, ik heb zijn naam verklapt, Roland Garros, zo heet deze piloot, die heeft dat eerste systeem uitgevonden. Roland Garros, een naam die jullie allemaal kennen van het tennistoernooi in Parijs. Jullie dachten misschien dat Roland Garros een bekende Franse tennisspeler was. Helemaal niet. Het was geen tennisspeler, het was een piloot uit de Eerste Wereldoorlog. En nog zo'n piloot uit de Eerste Wereldoorlog, nu een Fransman. Heel erg bekend is deze man, dit is Georges Guynemer. Deze foto is trouwens genomen vlak voor zijn allerlaatste vlucht. En deze foto is genomen, daarom heb ik hem ook geselecteerd voor jullie. Deze foto is genomen in de Moeren, waar ik ben opgegroeid, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Op een paar kilometer van mijn ouderlijke woonst had je in de Eerste Wereldoorlog een Belgisch vliegveld, aan de Belgische kant dus. Vandaag de dag bestaat er nog een vliegveld aan de Franse kant. Het is niet hetzelfde vliegveld. Maar daar was dus een vliegveld en Georges Guynemer liever, die had een vlucht gemaakt boven Noord-Frankrijk, had met motorpech te maken gehad, was geland in de Moeren op dat vliegveldje, had daar zelf eigenhandig zijn motor hersteld, is dan gaan vliegen richting het slagveld, heeft een vlucht gemaakt boven het bos van Houtgulst, heeft daar de vijand ontmoet en de vijand heeft hem gewoon de dieperik ingeschoten. Tot op vandaag de dag weten wij niet wat er met het lichaam van Georges Guynemer is gebeurd. Hij is nog altijd vermist. Hij zou ergens boven het bos van Houtgulst, Poelkapelle, lange maar Poelkapelle bij Ieper, zijn neergestort. En er doen heel veel verhalen de ronde over wat er met zijn lichaam is gebeurd. Historici die rollen nog altijd vechtend over de vloer met hun verschillende versies. Er zijn versies, ik heb heel veel versies gehoord, hè. Versies zeggen van hij ligt met vliegtuig en al nog altijd onder de grond. Sommigen beweren dat ze weten waar dat is. In die modderpoel neergevallen, neergestort, zich onder de grond geboord. Anderen zeggen van nee, ze hebben zijn lichaam gevonden, de Duitsers. Ze hebben hem begraven aan de rand van het bos van Houtgulst. Anderen zeggen ze hebben hem meegenomen naar Roeselaar en daar begraven. Nog anderen zeggen ze hebben hem meegepakt naar Duitsland. Niemand weet het zeker. Het mooiste verhaal, dat ik jullie vertellen, is het verhaal die men vertelde in de lagere school in Frankrijk, net na de Eerste Wereldoorlog. Daar zei men dat de grote Franse oorlogsheld Georges Guynemer met zijn vliegtuig zo hoog was gaan vliegen, dat hij uiteindelijk los was gekomen van de zwaartekracht van de aarde en nog altijd rond de aardbol cirkelt. Met andere woorden, als je op een heldere nacht naar boven kijkt, en je ziet plots een wit stipje passeren en je denkt, ah, dat is het International Space Station, het ISS, of het is een satelliet die voorbij vliegt. Nee, het is onze Georges Guynemer die nog altijd rondvliegt. Het staat trouwens een monument in Poelkapelle op het rondpunt daar in het centrum voor Georges Guynemer. Nog een foto uit de stereoscoopcollectie. Hier zien we een
kerkruïne, Noord-Frankrijk waarschijnlijk. Maar wat mij vooral aantrok was wat op de voorgrond niet zo duidelijk te zien is. Maar ik zie het hier toch, een rokende schouw getrokken door paarden. Dit is een mobiele keuken. Ik heb een andere foto erbij genomen. Niet uit die stereoscoop. Foto waarop je zo'n mobiele keuken ziet. Op die manier bracht men voedsel tot bij de soldaten. Want de voedselbedeling was heel moeilijk. Als je als soldaat naar het front ging, was dat als Britse soldaat meestal 2 dagen. Baassoldaat 1 dag, 24 uur. Maar als er dan een aanval was, duurde dat nog langer. Dus die jongens die moesten daar eten krijgen. En het eten werd vaak tot zo dicht mogelijk bij het front gebracht met paarden. Opnieuw via die veldkeukens. En dan ging men uiteindelijk te voet nog voedsel proberen te brengen tot in de loopgraaf. Dat duurde vaak uren. En tegen dat het daar kwam, was de pot half leeg en was het koud enzovoort. Zwat. Nog eens naar de stereoscoop. Leuke foto dit. Hier zie je een aantal soldaten in een ondergrondse schuilplaats, vermoed ik, een spelletje kaart spelen. Een andere soldaat hier is aan het lezen. Dat vergeten wij vaak, hè. Er is 4 jaar oorlog geweest. En die soldaten, die vochten geen 4 jaar aan een stuk. Om te beginnen was men al niet constant aan het front. In principe was het 1 keer om de 12 dagen aan het front. Constant doorschuifsysteem. En aan het front werd er ook niet altijd geschoten. Er werd niet altijd constant gevochten. Merendeel van de tijd gebeurde er simpelweg niks. Verveling was een grote vijand van de soldaten. Een soldaat die zich vervelen, die beginnen nadenken, die worden depressief, die krijgen de kafaar, noemde men dat. En men deed dus alles om ze bezig te houden. Nee, sportwedstrijden, maar een kaartje leggen, een boek lezen. Dus men moest zich bezighouden. Trouwens, ook een beeld die je vaak ziet is dit. Het is trouwens een vrij humoristisch beeld. Het zijn Franse soldaten. En 4 van hen hebben een pinhelm, een Duitse helm, op. Hebben ze waarschijnlijk van krijgsgevangenen of gesneuvelde vijanden afgenomen. Wat we dus heel vaak zien als je foto's ziet van zo'n rustig moment aan het front, is dat men zich laat scheren of aan het scheren is. Omdat baardhygiëne was zeer belangrijk in de Eerste Wereldoorlog. Hè. Dit is ook de eerste oorlog waarbij gifgas, chloorgas, mosterdgas, noem maar op, fosfor, fosgeengas werd gebruikt. Je kon die beschermen door een mondmasker op te zetten. Een gasmasker op te zetten. Maar die gasmaskers die waren pas effectief als dat heel goed aansloot op je huid, op je gezicht. En als je dan een baard had, dan sloot dat niet goed af. Dan kon het gas daardoor. Dus je moest echt al een gladde baard hebben. Hoogstens kon je een snor laten staan. Voor de Belgen onder jullie, Vlamingen, misschien herinner je nog in der tijd de Rijkswacht, oproerpolitie. Die hadden vaak een moustache, een snor. Waarom hadden zij dat? Ja, oproerpolitie gebruikte vaak traangas. Dus die hadden dan ook een gasmasker aan. Zelfde reden, dat moest goed aansluiten op de kin en de wangen. Fotosje uit Kokseide. Kokseide dorp is dit. Kerktoren herkennen, die staat er nog altijd. Opvallend hier is links op de foto die grote hoop zand. Er zijn volledige duinen afgegraven aan de Vlaamse kust om zandzakjes te vullen. Dus de vaderlanderkust noemde men dat ook, het vaderland. Grond werd in een zandzakje gestopt om het vaderland te verdedigen en loopgraven op te bouwen. Nog een foto van Kokseide dorp. Franse soldaten trekken frontwaarts een wintersbeeld aan de Vlaamse kust. Deze is waarschijnlijk ook Vlaamse kust, al ben ik dat niet zeker. We zien hier soldaten met een machinegeweer in een schuilplaats. En deze soldaat, alle 3 eigenlijk, hebben ze een vreemd hoofddeksel aan. Hier zal ik jullie een afbeelding tonen van zo'n dergelijke soldaat. Dit zijn Zouaven. Zouaven, dezelfde naam als de postelijke wacht, heeft daar niks mee te maken. Franse Zouaven zijn Frans koloniale troepen. De Pieds Noirs zijn dat. Wat zijn de Pieds Noirs? Dat zijn Franse burgers, blanken dus, zoals ik, die in Frankrijk, Algerije heel vaak als kolonialen aan het werk waren, daar ook woonden. Die vormden daar een soort van elite-eenheid en kwamen ook in de Eerste Wereldoorlog in actie. Dat waren dus geen Afrikaanse troepen, al hebben de Fransen heel veel Franse koloniale troepen gebruikt. Arabieren waren dat, maar ook zwarte Afrikanen uit Senegal, Mali, noem maar op. Maar dit zijn dus Europeanen die in Afrika wonen en die dus die Zouaven-eenheid vormen. Dit is een heel bekend verhaal rond de Zouaven. Speelt zich af van 3 grachten bij Merkem. Het verhaal van de onbekende Zouaaf is dat. Het is een afbeelding die dat verhaal aanduidt. Heel kort, wat gebeurt hier? Het gaat over de brug van 3 grachten. Het is een brug over een kanaal die in Franse handen was. Wat verder was er een Duitse voorpost in Lugem, heette dat. Franse Zouaven die voeren op 9 november 1914, bij het begin van de oorlog, van aan die brug een aanval uit op die Duitse voorpost. Die aanval is niet zo'n groot succes, vooral omdat men dat doet onder klaroengeschal en luid geroep. En avant à la bayonette, bayonette au canon, riep men.
Dus de Duitsers die zagen al van verre de Duitsers, de Franse zouaven aankomen. Die hebben die gewoon in de pan gehakt. Dus 500 doden vallen daar. En de Franse zouaven die waren achtergebleven op de brug. Die dachten, ja, onze kameraden die zijn verloren, die zijn dood. Tot 2 dagen later, op 11 november 1914, men plots toch een groep Franse zouaven vanuit de mistwolken zag aankomen richting de brug van Driegrachten. Die jongens die hier zitten liggen, die dachten, ah, een aantal kameraden zijn kunnen ontsnappen of hebben het toch overleefd. Dus die doen bij wijze van spreken de poorten open. Maar wat blijkt dan? Dat het eigenlijk een valstrik is. De eerste mannen van de groep waren zouaven, gevangen genomen zouaven. Al wat volgt zijn Duitse soldaten verkleed als zouaven. Een soort van modern paard van Troje verhaal. Men hoopt eigenlijk om op die manier die Franse stelling van de brug van Driegrachten in te nemen. Maar op het ogenblik dat die eerste soldaat, die een Fransman was, een zouave was, op roepafstand komt van zijn kameraden, roept hij het uit, «Mettez donc, nom de Dieu, ce sont les Boches!» Maar schiet dan toch, verdorie, het zijn de moffen, het zijn de Duitsers. Hij verraadt die valstrik. Zijn kameraden snappen wat er gebeurt, openen het vuur, doden alle man, die Duitse aanval mislukt. Doden alle man, dus ook de eerste, die een zouave was, die een van hun vrienden was. Die is daar neergevallen in het niemandsland. Dat is nog jarenlang niemandsland gebleven. Men heeft dat lichaam nooit kunnen bergen. Men heeft nooit geweten wie dat precies was. Daarom spreken wij nog altijd op vandaag over het verhaal van de onbekende zouave. Dit is een foto genomen in de streek rond Steenstraten. Dezelfde buurt van Driegrachten. Merkem, Bekschoten bij Ieper is dat. Opnieuw een lijk ligt daar op de voorgrond. Voilà, dat zie je daar. Maar daarom Steenstraten vocht een andere groep Franse kolonialen. Dat waren Les Joyeux. Zo waren ze genoemd. Les Joyeux. Dat is het Bataillon d'Afrique. Wat is het Bataillon d'Afrique? Of toch een onderdeel van het Bataillon d'Afrique? Dat waren speciale types. Dat is een beetje te vergelijken met het huidige Vreemdelingenlegioen. Dat waren eigenlijk delinquenten. Gevangenen, vaak ook Fransen, dus geen Afrikanen, maar ook Franse burgers, blanken, die in Afrika woonden en werkten en die daar iets hadden mispeuterd en in de gevangenis zaten. En in de Eerste Wereldoorlog kregen ze eigenlijk hun vrijheid terug in ruil voor een diensttreding bij het Bataillon d'Afrique. En die mannen werden ingezet bij Steenstraat en Ieper. Die hebben daar heel hard gevochten en die hadden een nogal kwalijke reputatie. Je ziet ook hier dat er speciale uitzien, die is nogal bekend voor het feit dat ze zwaar getatoeëerd zijn. Hier zie je nog zo iemand van het Bataillon d'Afrique, zwaar getatoeëerde mannen. Maar ik heb een stukje teruggevonden uit een dagboekfragment van een Belgische soldaat, die met zijn regiment vlak naast een Frans regiment soldaten ligt. En die beschrijft iets heel bijzonders, ik zal het voorlezen. Het gaat niet over Les Joyeux, het gaat over Frans-Marokkaanse troepen. Het gaat als volgt. Rechts van ons lagen Frans-Marokkaanse troepen in stelling. Het waren vervaarlijk uitziende kerels met bijgevelde tanden en ijzeren ringen in hun neus en oren. 'S nachts hadden ze bijna iedere Duitser in een voorpost afgemaakt. Wij waren aangewezen op een Franse rantsoen, maar dan zonder wijn. Nog zij, nog wij hadden vlees ontvangen. We vroegen ons af waar die Marokkanen hun vlees vandaan haalden, tot we enkele Duitse lijken vonden waarvan het vlees van hun benen was weggesneden. Onze krijgsgevangenen smeekten om niet aan deze zwarten overgeleverd te worden. Bijzonder getuigenis van deze Belgische soldaat die eigenlijk de Frans-Marokkanen beschuldigt van cannibalisme. Ik weet niet of daar iets van aan is, maar het is wel een bijzonder verhaal. Dit is een van de laatste foto's uit de stereoscoop. En daarop stond Steenweg bij Hoogleden. Dat betekent, als een Franse soldaat deze foto heeft genomen bij Hoogleden, dat is in het centrum van West-Vlaanderen, bij Roeselare, dat dit al naar het einde van de oorlog is. Want Hoogleden, omgeving, werd heel de oorlog bezet door de Fransen, door de Duitsers, en werd pas begin oktober, eind september, begin oktober, tijdens het eindoffensief, bevrijd. Hier zie je trouwens een mooie afbeelding van de eerste dag van dat eindoffensief. Het is de slag om het bos van Houtschulst. De eerste Duitse brug die werd ingenomen. En dan later schuift het front beetje per beetje op richting Hoogleden. En later Roeselare. En dan uiteindelijk tegen 11 november 1918, als een wapenstilstand wordt getekend, ligt dat front in de buurt van Deinze, Gent. 100 kilometer verder. In de stereoscoop vond ik nog deze afbeelding. Dit is een foto genomen na die wapenstilstand. En daarbij stond de naam, of daarbij stond dat dit een Duitse krijgsgevangen generaal was. Dus een man die hier
sigaret aansteekt, die een vuurtje krijgt van die andere soldaat, zou dus een Duitse hoge officier zijn geweest. Heel vreemd is dat hij een Franse helm draagt. Ik weet er het fijne niet van. Het is bijzonder. Nog een laatste foto dan uit de stereoscoop. Dat is eigenlijk een vrij bekende foto. Dit is een foto uit het Paleis van Versailles, waar dan dus de wapenstilstand wordt getekend 11 november 18 in Compiègne, ten noorden van Parijs. Maar het echte einde, het officiële einde van de oorlog is pas 28 juni 1919. Dus exact 5 jaar na het startschot van de Eerste Wereldoorlog, de moord op Frans Ferdinand en zijn vrouwen in Sarajevo. Maar dan wordt dus het verdrag van Versailles ondertekend. Het verdrag van Versailles, die eigenlijk een verschrikkelijk verdrag was, die wel het einde van de Eerste Wereldoorlog betekent, maar eigenlijk het startschot betekent van de Tweede Wereldoorlog. En als ik heel eerlijk ben, ook het begin is van alle ellende die wij vandaag de dag hebben in het Midden-Oosten. En het huidige terrorisme die we kennen, heeft zijn wortels, zijn oorsprong daar, tijdens het verdrag van Versailles. Maar misschien moet ik het in een latere lezing daarover eens hebben. Ik heb ooit eens een volledige lezing gemaakt rond dat verdrag van Versailles. Heavy stuff, maar best wel interessant. Voilà. Ik ben weer een tijdje aan het praten geweest. Ik heb jullie pakken informatie meegegeven. Ik hoop dat je het interessant vond, dat je het boeiend genoeg vond om tot hier helemaal op het einde te kijken. Ik heb geen flauw idee van hoe lang ik gepraat heb. Het zal alweer een hele tijd geweest zijn. Ik ga afsluiten. Bedankt om te kijken. Opnieuw, als je het ziet zitten om mij te steunen, als je dit het waard vond om mij of financiële steun te geven, kan het via buymeacoffee.com/miguelboutry. Daar kun je mij 15 of meer euro's schenken. Alvast heel hard bedankt. Zo niet, fair enough, helemaal niet erg. Bedankt om tot hier te kijken. En misschien tot nog een latere lezing. Die komt er zeker nog. Dank u wel. Dag.